Geliefde gemeente en alle die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing van morgen is uit 1 Petrus 2, vers 11 tot 25, met als thema In het voetspoor van Jezus. Mededelingen namens de kerkraad, een huwelijksafkondiging. Woensdag 12 juli hopen Tim Kema, Bergweg 41 te Veenendaal en Heidi van Gerestein, Plantsoenstraat 51 Renen, te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3 uur in de dorpskerk aan de Arnhemseweg 75 in Leusden. Dominee Van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan en het toekomstige adres van het paar wordt Plantsoenstraat 51 te Renen. Dat is wijk 6. De collecten van vandaag zijn voor de eerste en tweede voor de kerk en de derde collecte voor het jeugdwerk en dan specifiek voor het kerkkamp. De eerste en de tweede collecte kunt u, zoals gewend, overmaken op de rekening van de kerk. De derde collecte is de zogenaamde fysieke collecte die we sinds vorige week weer hebben ingevoerd. En die is voorafgaand aan de slotstang, wordt die gehouden. Bent u te gast in ons midden, dan kunt u het rekeningnummer vinden op onze site www.peniel.nl. En kunt u ook uw bijdrage doen aan, bij de collectezakken aan de uitgang van de kerk. We gaan nu zingen, de schoolpsalm, psalm 117. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon.
Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen een loflied voor de Heer, zoals dat ook gezongen werd in Israël bij het binnentreden van de tempel. Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap. Geef hem eer, kom, nadert voor zijn aangezicht. Zing hem een vrolijk lofgedicht. En ook de versen 2 en 3 uit Psalm 100. Wij luisteren naar de wet die God ons heeft gegeven, opdat wij onze zonden leren kennen, de toevlucht nemen tot Christus en ons leven daarna richten uit dankbaarheid. En wij willen antwoorden met Psalm 119 en daarvan het 8e vers. Uw heilig woord en ook dus die wet zal ik nog vergeten, nog verzaken. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid.
U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Gemeente, zullen wij eerst met elkaar bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Wij willen in onze dankzegging denken aan zuster Kok Kaufman van de Regentessenlaan 66. Zij is teruggekeerd vanuit de revalidatie in de Engelenburg weer naar huis. En ze mag nu thuis verder revalideren. Wij denken ook in onze dankzegging aan zuster Schuurman van der Leden van Anker 3. Zij werd opgenomen met hartproblemen in het ZGV. Afgelopen donderdag heeft er een ingreep plaatsgevonden en die is geslaagd. Ze mag inmiddels weer thuis zijn en het gaat goed met haar. We willen ook in onze dankzegging denken aan zuster Janette de Kieviet van Asseltlaan 72 in Ermelo. Zij is weer thuis naar huis teruggekeerd na een periode van rust in de herberg. Die heeft haar goed gedaan. Ze kijkt daar met dankbaarheid ook op terug. In onze voorbeden willen we denken aan zuster Van der Brink de Koning van de Willem-Barendstraat 38.
en ook in onze dankzegging voor haar. Ze is deze week namelijk opnieuw opgenomen geweest in het ziekenhuis. Na de operatie aan haar hand, die ze eerder had moeten ondergaan, waren er complicaties opgetreden. En daarom werd ze deze week opnieuw geopereerd om ook pijnklachten te bestrijden. Inmiddels is ze weer thuis en de klachten zijn ook inderdaad verdwenen. Daar willen we de Heer ook voor danken. We willen in onze voorbeden denken aan zuster Attie Verhoef van de Morgenster 68. Zij hoopt vanaf aanstaande woensdag voor 3 weken opgenomen te worden in de herberg in Oosterbeek om tot rust te komen. We denken aan zuster Jantine Wijman van de Regentesselaan 60. Pijnblokkade die een tijdje geleden gezet is in verband met hernia, die werkt slechts deels, zo is gebleken. En de komende tijd moet duidelijk worden of dat ook betekent dat er toch onvermijdelijk een operatie moet volgen. Dat is een moeilijke beslissing en we bidden om wijsheid voor haar en voor alle die daarbij betrokken zijn. We willen in onze voorbeden ook denken aan zuster Van de Heuvel van Ede van de Lijnweberstraat 19. Zij is deze week gevallen en heeft daarbij de kop van haar schouder gebroken. Na een korte ziekenhuisopname is ze voor revalidatie nu opgenomen in de Klinkenberg in Ede. Laten we met elkaar bidden en danken. Heere, trouwe God en Vader in de hemel, wij willen tot u komen in ons gebed. Nu we hier als gemeente zijn samengekomen, hier in de kerk, en we denken ook aan hen die thuis op afstand met ons verbonden zijn. Heere, u komt alle lof en aanbidding toe, zo hebben we het al gezongen met die hooggestemde psalm, psalm 100. Waarmee we ons scharen, heren, in die rij van gelovigen uit alle tijden en eeuwen die zijn gekomen om u te aanbidden en u groot te maken in uw heerlijkheid. Want heren, een heerlijk God, dat bent u. Verheven boven alles wat leeft. Heren, u houdt ook alles in uw hand. Hemel en aarde, het is van u. En u, Heere Jezus, hebt ook alle macht in hemel en op aarde. Heere, wat is dat een troost, te mogen weten dat u er bent. En dat u ook voor ons bent. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus, Heere, want dat evangelie mogen we ook vanmorgen weer lezen en horen. Dat u, Heer Jezus, voor de zonde stierf. Dat u ons zo vanuit de duisternis hebt geleid tot uw wonderlijke licht. Heer, dat wilt u doen. Dat doet u voor uw kerk. Geef dat wij daar allen ook in zullen delen. Want Heer, u roept ons en u nodigt ons uit. Maar wat is er dan aan onze kant ook veel weerstand? Heere, wij verkiezen het duister liever dan het licht. Dat zit in ons. En als we dan tot u komen, ook vanmorgen, Heere, dan bidden wij om het overvloedige werk van uw Heilige Geest. Om ons weg te voeren van datgene, Heere, wat ons in dit leven weghoudt bij u vandaan en ons te brengen aan uw voeten. Heere Jezus, doe uw werk. Dit is uw werkplaats, toch? Zo wilt u het toch doen, in het bijzonder. Als de gemeente samenkomt rondom uw woord, dan spreekt u. Geef dat wij uw stem zullen horen. En dat we ook zullen gehoorzamen aan die stem. En Heere, wanneer we dan vanmorgen ook mogen horen hoe ook in de praktijk van ons dagelijks leven u wilt regeren en u de koning wilt zijn. Heere, wilt u ons dan toerusten om zo in het voetspoor van u te kunnen gaan, daartoe aangespoord door uw woord en geest. Heere, wij willen ook elkaar aan u opdragen. Wij bidden u voor zuster Kok Kaufman. We danken u dat ze teruggekeerd is naar huis en u thuis verder mag revalideren. Wilt u daar kracht voor geven en moed? Heere, wilt u
verder herstel geven. En wij danken u voor het herstel dat ook al zo kwam voor haar. Geef dat ze mag ervaren, Heere, dat u haar daarbij bent en haar ondersteunt in dit alles. Wij bidden u voor zuster Schuurman van het Anker. Wij danken u, Heere, dat ze weer thuis is nadat ze deze week zo plotseling moest worden opgenomen met hartproblemen. We danken u dat de ingreep die gedaan werd geslaagd is en wanneer je dan achteraf toch ook merkt dat er risico's zijn geweest, Heere, dan is onze dank des te groter voor u, voor uw zorg en dat u voor erger hebt bewaard. Wees u bij haar en bij haar man en alle die om haar heen staan. Heere, wij bidden u voor zuster Janette de Kieviet. Dank u wel dat ze terug mocht keren naar huis. Ze is er dankbaar voor en ze heeft een goede periode gehad. Geef dat het haar ook blijvend goed mag doen hier, ook in de komende tijd. Dat ze zo ook door u gedragen wordt. Wees u haar nabij, in al haar omstandigheden. Heere, wij bidden u voor zuster Van der Brink. Wij willen u danken dat de operatie die ze opnieuw moest ondergaan deze afgelopen week goed geslaagd is. Dat daardoor ook de klachten die ze had zijn verdwenen. Heere, wilt u nu opnieuw verder herstel geven? Wilt u haar samen met haar man en kinderen en familie ook nabij zijn in dit alles? En geef, Heere, dat we onze rust en onze vrede mogen vinden in u. Want u laat ons immers nooit los. Het werk dat uw hand begonnen is. Wij bidden u, Heere, voor zuster Attie Verhoef. Wilt u met haar meegaan als ze de komende week in de herberg wordt opgenomen, daar een tijd lang zal verblijven, wilt u rust geven. Dat die rust daar ook goed mag doen. Dat ze zo nieuwe krachten van u mag ontvangen. En wees u haar nabij, Heere, in alle omstandigheden. Heere, wij bidden u voor zuster Jantine Wijman. Wilt u wijsheid geven bij te nemen beslissingen. En Heere, wilt u geven dat wanneer er wellicht een operatie moet gaan volgen, dat u er dan bij zult zijn. Dat die operatie resultaat mag hebben. Dat de klachten ook mogen verminderen, mogen verdwijnen wellicht. Heere, wees u haar nabij en wilt u haar omringen met uw hulp en ondersteuning in dit alles. Ook samen met haar man Erwin en de kinderen. Heere, wij bidden u voor zuster Van der Heuvel. We willen u vragen of u bij haar wil zijn nu ze moest worden opgenomen in de Klinkenberg in Ede, nadat ze deze week is gevallen. Heere, wilt u haar omringen met uw hulp en ondersteuning. Geef dat ze moed mag vinden in u. En wilt u haar ook herstel geven. Heere, we bidden u of u zich zo ook over haar wil ontfermen. Heere, zegent u ons zo in deze dienst, ook als we een taak hebben. Wilt u geven dat we dat tot eer van u mogen verrichten? Wees u met degene die passen op de kinderen, degene die straks leiding zullen geven aan de parel. Wees u met de organist, de koster. Wij bidden u, Heere, voor allen die ook in deze dienst hun taak hebben, ook in de techniek. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. Hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Jongens en meisjes, zal ik het even voordoen? Hoe vaak in het afgelopen jaar op school is dat tegen jou gezegd? Nou, kun je vast niet tellen, maar ik denk heel wat keren. Dat de juf het zei, ik ga het even voordoen. Kijk maar even goed, let maar goed op. En dan ging ze bijvoorbeeld op het bord een nieuwe soort sommen uitleggen. Of je ging schrijven en dan zei ze, kijk, zo moet je het doen. Je ziet hier het lijntje en dat was op het bord geprojecteerd. En daar moet je precies zo overheen en dan maak je de goede letter. En zo leerde je schrijven. Zal ik het even voordoen? Ja, dat zeggen meesters en juffen vaak. Weet je wie dat ook gezegd heeft? De Heer Jezus. Hij heeft het tegen de discipelen gezegd. Volg mij na.
Jullie moeten mij navolgen, nadoen. En een van die discipelen, dat was Petrus, die kennen jullie wel. Daar hebben we de afgelopen tijd al wel vaker over gehoord. Petrus die ook die brief geschreven heeft, later, toen hij apostel was geworden. En in die brief zegt hij het vanmorgen ook tegen ons. De Heer Jezus heeft het voorgedaan. Doe hem maar na. Hij is het voorbeeld van hoe je leven moet. Wat je wel en niet moet doen. En ook hoe je instelling moet zijn. Hoe je houding mag zijn. De Heer Jezus zegt, let maar op mij. Nou, we gaan lezen wat Petrus daarover schrijft. Gemeente, wij lezen 1 Petrus 2, vanaf vers 11 tot het einde van het hoofdstuk. Daarmee vervolgen we dus de serie preken vanuit de Petrusbrief, de eerste Petrusbrief. 1 Petrus 2, vanaf vers 11 tot het einde van het hoofdstuk, vers 25. En wij zingen daarna uit Psalm 17 en daarvan het derde en het vierde vers. Geliefde, ik roep u als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen, op de dag dat er naar hen om wordt omgezien. Onderwerp u dan, omwille van de Heer, aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning, als hoogste machthebber, het zij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetspoor zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen.
Wij antwoorden op de verkondiging met Psalm 37, daarvan vers 2 en 3. Psalm 37, 2 en 3 is het antwoord op de verkondiging. Wij luisteren naar 1 Petrus 2, vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Het thema voor de preek is in het voetspoor van Jezus, zijn voorbeeld, ons volgen, heel eenvoudig. In het voetspoor van Jezus, zijn voorbeeld en ons volgen. Weet, het gebeurde op een zondagmorgen in 1865. In Richmond, staat Virginia in de Verenigde Staten. In de tijd dat daar, wellicht nog meer dan nu het geval is, blanken en gekleurden gescheiden leefden en ook hun eigen kerken hadden. Die morgen bezocht een donkere man een kerk. Een kerk van de blanken. En er werd die morgen daar avondmaal gevierd. En men was daarbij gewend om bij de viering naar voren te lopen en dan voor in de kerk te knielen, het brood te ontvangen en uit de beker te drinken. En opeens stond ook die donkere man op, hij liep naar voren en hij knielde neer om het avondmaalsbrood te ontvangen. Voor ons zou dat misschien niet zo bijzonder zijn, maar in die dagen in Amerika, met die scherpe scheiding, ging er een golf van geroezemoes door de kerk. En de mensen keken verstoord en verontwaardigd op. Hoe durfde die man dat te doen? Wist hij wel dat zij als blanke gemeente met elkaar het avondmaal vierden? Daar hoorde hij dan toch niet bij? En even was de verwarring. Wat nu te doen? Maar toen stond er plotseling een gemeentelid op uit de bank, die in die gemeente een groot vertrouwen genoot. En hij stapte de bank uit, liep naar voren en zonder iets te zeggen knielde hij ook neer. Direct naast de donkere man. Om samen het brood van het avondmaal te ontvangen. En toen werd het stil in de kerk. En toen stapte er nog iemand de bank uit. En nog één. En nog één. En velen kwamen naar voren en volgden het voorbeeld van die ene man. En samen vierden ze avondmaal. Eén in Christus. Met de soms zegt één gebaar meer dan 1000 woorden. Iets wat je doet. Het zegt soms meer dan dat je het uitgebreid zou gaan uitleggen. En een goed voorbeeld doet dan ook goed volgen. Zodra die ene vooraanstaande man uit die gemeente neerknielde naast die ander die hij niet zag als een gekleurd iemand, of zelfs als een outcast van de maatschappij, maar als een medebroeder, één in Christus. Toen volgden velen zijn voorbeeld. Ik denk dat ze dat voorbeeld ook nooit meer vergeten zijn. Meneer, vanmorgen wijst Petrus ons ook op zo'n voorbeeld, op twee manieren eigenlijk. Allereerst wijst hij ons op het voorbeeld dat Jezus gegeven heeft om het goede te doen. Maar wanneer wij zijn voorbeeld dan vervolgens navolgen, dan worden wij ook zelf een voorbeeld voor anderen. Niet door wat we zeggen zozeer, maar vooral ook door wat we doen. Want in het gedeelte dat we hebben gelezen geeft Petrus heel praktisch onderwijs aan ons. Zijn lezers die hebben daar ook behoefte aan, want zij zitten ook met heel praktische vragen
Vragen die wij vandaag denk ik kunnen herkennen. In het gedeelte wat we hebben gelezen gaat Petrus in op de vraag: hoe leef je nou als christen in deze wereld? Gewoon in de verbanden waar je onderdeel van bent. Hoe ben je christen op je werk? Hoe ben je dat op school? Hoe ben je dat als je een kopje koffie drinkt op de bank bij je buren? Hoe ben je christen achter je computer? In je familie, in je huwelijk, op je stageplek? Weet je, hoe zijn wij als gemeente christen? Christelijk in de buurt. Wat onderscheidt ons nou eigenlijk? Hoe is het nou te merken dat je onderdeel bent van waar Petrus in het voorgaande over heeft gehad? En we hebben daar kort geleden naar geluisterd. Toen had Petrus het over de gemeente. En toen noemde hij die gemeente een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Stel dat u nou aan uw ongelovige collega zou vragen: wat merk jij nou van mijn christen zijn? Of je vraagt het aan je kinderen. Wat merk je ervan? Dat ik christen ben. Dat ik daar onderdeel van ben. Van dat heilige volk. Wat zouden ze zeggen? Meten, wat is onze roeping als christen vandaag? Op maandag, zal ik maar zeggen. Die roeping, die is er. Kijk, uit wat Petrus tot nog toe geschreven heeft in deze brief zou je de conclusie kunnen trekken dat geloof vooral iets is van onszelf, een soort privézaak. Iets wat zich vooral afspeelt in je hart, in je hoofd, in de binnenkamer van je gebed. In hoofdstuk 1 heeft Petrus zo scherp duidelijk gemaakt wat er bij je verandert als je van dood levend bent geworden door het werk van de Heilige Geest. Dan word je, zegt Petrus, wedergeboren tot een levende hoop. Hoofdstuk 1 vers 3. En dat betekende dat er door de opstanding van de Heer Jezus Christus hoop is. Je gaat ergens je hoop op stellen. Je vertrouwen op stellen. Je gaat ergens bij leven. Iets wat zo indrukwekkend is. Wat zo groot is dat het ook levensveranderend is. Het bepaalt heel de richting. Het verandert heel de richting van wie je bent en van hoe je denkt en van hoe je kijkt naar de dingen. Want zo zei Petrus, voor wie gelooft is er een erfenis in de hemelen bewaard, een eeuwig hemels tegoed en bij de openbaring van Jezus Christus, dan zal dat ook jouw deel worden. En dat dat te gebeuren staat, zei Petrus, dat betekent dat je daar nu al in mag verheugen, daar mag je nu bij leven en doe dat ook vooral, want het kan hier op aarde dan vervolgens wel moeilijk voor je worden. Hou vol. Hou je ogen gericht op de toekomst. Want dan kun je heel wat verdrukkingen en beproevingen verdragen. Want dat werd ook duidelijk, gemeente. En Petrus haalt het hier, aan het begin van het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben, ook nog weer eens aan. Als christen bevind je je wel in een uitzonderingspositie. Petrus noemt zijn lezers opnieuw hier bijwoners en vreemdelingen. Dat zijn ze geworden. Dat waren ze niet. Voorheen waren ze gewoon onderdeel van hun leven op deze aarde, van de cultuur waarin ze stonden, van het dorp, de stad waar ze leefden. En daar deden ze gewoon in mee. Dat deed je met elkaar, met de afgoden die gediend werden. Met wat dat ook voor gevolgen had, voor je dagelijks bestaan. Gemeente, zo leefden ze daar. Maar toen het evangelie hun leven was binnengekomen, toen was het veranderd. In een eerdere preek heb ik dat genoemd, toen waren ze eigenlijk uitgeburgerd. Waren ze eerst gewoon burgers van Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië, al die streken waaraan Petrus zijn brief richt. Was het eerst zo dat ze er argeloos in meegingen, in de gewoontes, de gebruiken, culturele stroming,
Want ja, je gaat mee met je tijd, toch? Dat was nou anders. Bijwoners en vreemdelingen. Zeg maar asielzoekers en mensen met een migratieachtergrond. Maar dan zonder dat je was verhuisd. Zonder dat je naar een andere streek van de wereld was gegaan. Je leefde nog gewoon op dezelfde plek. Maar opeens was je er niet meer helemaal thuis. Uitgeburgerd. Omdat je burger was geworden van Gods koninkrijk. En omdat je je hoop was gaan stellen, ja, op die erfenis, die toekomst die er is door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En gemeente, dan zou je kunnen denken, als je in die lijn verder denkt, nou ja, dan moet het ons daarom te doen zijn als christenen, ook voor ons vandaag. Dan moeten we ons misschien maar wat terugtrekken uit de wereld. Dan is het fijn als wij het hier binnen de muren van dit kerkgebouw goed en fijn met elkaar hebben en elkaar daar ook in onderwijzen, elkaar erin aansporen, het erover hebben met elkaar, over die erfenis en alles wat daar ook dan aan vragen soms omheen kan leven. Maar ja, dat is dan wat het is, toch? Dat is dan toch onze roeping? Maar gemeente, dat is niet wat God van u en mij vraagt. Wij worden niet alleen maar geroepen om onze hoop te stellen op Jezus Christus. Dat je ziel beveiligd zal zijn voor de dood. Nee, vanaf vers 11 klinkt er nog een andere roeping. Geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. Ja, en dan staat er niet om je wat terug te trekken, zodat je je een beetje kunt beschermen. Want ja, de mensen zullen je ook wel vreemd vinden. Nee. Maar om u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. En vervolgens houdt uw levenswandel onder de heidenen goed. Met apostolisch gezag roept Petrus ons op om dit te doen. Ik roep u op. Sta zo in het leven. Hou je levenswandel te midden van niet-gelovigen goed. Nou, dat is natuurlijk een prachtig advies. Leef op een goede manier, als ik het even wat vertaal. Maar ja, dan roept wel heel veel vragen op. Wat is nou eigenlijk goed? Hoe bepaal je dat? Hoe bepaal je dat ook vandaag? Want tussen Petrus' brief en onze tijd zitten bijna 2000 jaar. En onze wereld is toch wel een beetje anders dan de wereld van toen. Zo denken we althans. Hoe moet je nou vandaag christelijk leven? Ik kreeg die vraag ooit van jongeren. Dominee, hoe moet je nou omgaan met allerlei dilemma's waarvoor je als christen komt te staan? Wij willen de weg gaan achter Jezus aan, maar dan is het op zondag duidelijk. Dan ga je naar de kerk en zo. En dan kom je als jeugdvereniging bij elkaar. En dat is wel duidelijk, maar dan op maandag en op dinsdag. En ja, dan zijn er een hele hoop dingen. Moet je daar wat van vinden of ook niet? Hoe moet je ermee omgaan? Kijk, sommige dingen zijn wel duidelijk, gemeente. Als het gaat over de 10 geboden. En dan worden ze uitgelegd en dan hebben we het aan de hand van de catechismus daarover. Dan zijn er heel wat dingen duidelijk, denk ik. Maar nou onze tijd. Met de vragen die zich voordoen. Is er niet ergens een soort christelijke handleiding? Een soort gebruiksaanwijzing? Die je zo meteen kunt toepassen op onze levenspraktijk. Nou gemeente, die krijgt u vanmorgen. Maar het is niet een lijstje regels. Want dat is niet het evangelie. Daar zal ik straks nog iets meer over zeggen. Maar voor Petrus is het zo helder als glas. Hoe je gewoon moet leven, maandag en dinsdag enzovoorts. Wat is uw roeping? Nou, volg Jezus na.
Een christen is iemand die Jezus lief heeft en hem navolgt. Want als hij vers 11 en 12 heeft geschreven, ik roep u ertoe op uw levenswandel onder de heidenen goed te houden, dan gaat het in vers 21 weer over roeping. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft, hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Gemeente, daar wordt hier een woord voor dat navolgen gebruikt waar extra nadruk in zit. Het is niet zomaar dat je Jezus navolgt, het is eigenlijk dat je er direct op zit. Dat je hem als het ware op de hielen zit. Daar bovenop zitten. Dat is christen zijn vandaag. Jezus navolgen en er dan ook bovenop zitten. En je dus steeds opnieuw oriënteren aan hem. Steeds opnieuw bedenken, wat zou hij doen? Wat past bij hem? Wat heeft hij voorgedaan? Heb je het leven van de Heer Jezus dus nodig, zodat in de evangelie tot ons komt? Wat heeft hij voorgedaan? En gemeente, je vindt dat terug op heel veel plaatsen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat Jezus steeds het voorbeeld is. Dan staat er bijvoorbeeld in de brieven, wandel in de liefde zoals hij in de liefde gewandeld heeft. Nou, daar hebt u het. Zoals hij. Heb elkaar lief zoals hij ons heeft lief gehad. Vergeef elkaar zoals Christus ons vergeven heeft. Steeds dat woordje, zoals. En hoofdstuk 1 stond al, word heilig zoals hij heilig is. En dan wil je weten hoe je als christen vandaag moet leven. Kijk dan naar Jezus en ga in zijn spoor. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Maar gemeente, is dat nou de kern van het geloof? Jezus als voorbeeld. Kan zomaar zijn dat er vanmorgen bij u een belletje gaat rinkelen. Is dat geloven? Is het dan toch ten diepste, goed beschouwd, het christelijk geloof hetzelfde als al die andere religies, namelijk dat je goed leeft, op de juiste wijze. En goed, die andere religies die vullen dat op een andere manier in, maar ja, het is dan maar waar je geloof aan hecht. Gemeente, laat het duidelijk zijn vanmorgen, Jezus is meer dan alleen een voorbeeld. Voordat hij een voorbeeld voor je kan zijn, moet hij eerst je verlosser zijn. Je redder. Waarom? Nou gemeente, hoe dieper je gaat proberen om Jezus als voorbeeld te nemen. En hoe meer je daarin gaat verdiepen om in de praktijk te brengen wat hij heeft voorgedaan. Des te meer gaat u merken dat het u niet lukt. Des te meer zul je merken dat er toch altijd wel weer wat aan schort. Dat je hart er niet in mee wil. Weet, het is als een kind op school dat schrijven leert. En dan zijn er van die mooie schrijfboekjes en daar staat boven aan de pagina bij de letter die wordt aangeleerd, die letter keurig netjes in schrijfletters opgeschreven. En dan de tweede regel zijn het stippellijntjes. En dan moet dat kind over die stippellijntjes heen met de pen. En dan de volgende regel zijn het alleen nog maar puntjes. En zo leert een kind een letter schrijven. Nou gemeente, als dat het zou zijn, Jezus voorbeeld navolgen, nou dan zou het ons misschien wel lukken. Maar het is anders. Jezus is als Rembrandt, die een schilderij schildert en dan tegen u zegt, en nou mag jij het doen. Nou, maar dat kan ik niet. En misschien ga je het wat proberen en je pakt ook een stuk papier en je gaat het proberen na te doen. Maar het ziet er niet uit. Tuurlijk niet. Dat kunnen we niet.
En daarom, gemeente, als dit het enige zou zijn, Jezus als voorbeeld, je zou er ontmoedigd van raken. Als dit de opdracht is die de christenen in Klein-Azië meekrijgen, als er niks vooraf zou gaan aan het gedeelte dat we hebben gelezen, ja, dan worden ze teruggeworpen op zichzelf. Dan moeten ze het vanuit eigen kracht maar gaan proberen. En je weet bij voorbaat al, het wordt het niet. Het is dan ook vast niet voor niets, denk ik, dat op vers 21 meteen alweer vers 22 tot en met 24 volgt. Want daar zegt Petrus het onomwonden. Hoe Jezus het heeft voorgedaan. Jezus heeft geen enkele zonde gedaan. En in zijn mond is geen bedrog gevonden. Hij werd uitgescholden. Maar hij schold niet terug. En toen hij leed, heeft hij niet gedreigd, zegt Petrus. Hij was er zelf bij, hè? In die zaal van Caiaphas, waar Jezus werd ondervraagd. Hij heeft niet gedreigd van ik zal het je betaald zetten. Ik sta op mijn streep. Nee, wat deed Jezus? Hij gaf het over aan hem, aan zijn vader, die rechtvaardig oordeelt. En vers 24, Jezus heeft zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Kijk, gemeente, dat is zeg maar de ondergrond, de basis. De dood van Jezus voor de zonde. En als Petrus dan vervolgens zegt, en nou is hij je voorbeeld, richt je op hem, dan betekent dat dus niet dat hij als enige en als eerste dat voorbeeld is. Nee, hij is eerst die verlosser die ons verlost van al onze ongerechtigheden. En die van ons weet dat als wij gaan schilderen in ons leven vormgeven, christelijk leven, in gehoorzaamheid aan hem leven, dat wij nooit aan die eis kunnen voldoen. Hij weet dat het ons steeds weer niet lukt om onze levenswandel goed te houden onder de heidenen. Dat weet hij. En dat wist die gemeente toen hij voor u en jou het kruis droeg op weg naar Golgotha, waar hij stierf, in onze plaats. Met de woorden uit het begin van dit hoofdstuk, we hebben de vorige keer over gehoord. Hij heeft ons langs die weg geroepen, uit de duisternis, tot zijn wonderbaar licht. Dat is een eerste roeping. Uit de duisternis, tot het licht. Gods heerlijk licht. Maar gemeente, dan wil je toch ook wel wandelen, leven in dat licht. Is dat ook jouw verlangen? Dat er nou in je leven meer zichtbaar zou worden van Christus. Dat je voor je omgeving meer christen zult zijn. Iemand die weet dat je zonden vergeven zijn, maar die daarom verlangt om Jezus heel dicht na te volgen. Hoe is dat eigenlijk bij jou? Verlang je ernaar om meer van hem te laten zien? Petrus zegt, dan moet je hem navolgen. Er kort op zitten. Zijn voetstappen drukken. Jezus is een redder die dan ook herder wordt. Vers 25, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Maar hoe gaat dat dan? Ook bij het tweede, ons volgen. Kijk, het geheim, gemeente, van die navolging van Christus, dat is niet dat je zelf meer leeft, maar dat Christus in jou leeft, zegt Paulus. Dat is de grote verandering die er heeft plaatsgevonden in het leven van die christenen in Klein-Azië. Ze zijn wedergeboren tot een levende hoop en daarmee is Christus hun leven geworden. En dat laat zich ook zien.
In een goede, heilige levenswandel. Petrus wordt in dit gedeelte heel concreet. Wat houdt dat nou in? Nou, vers 11. Onthoud je van vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen je ziel. Je onthouden, dat betekent zoveel als hou jezelf in toom. Hou je in. En je vlees, dat is je lichaam. Dus je kunt hier denken aan hoe we daarmee omgaan. Met ons lichaam. Hoe gaan we daarmee om? Drinken. Alcohol. Ook eten. Hoe gaan we ermee om? Doen we mee in de consumptiemaatschappij? Van meer en nieuwer en moderner? En hoe ga je om met je lichaam op het gebied van seksualiteit? Hoe ga je om met de dingen waar God je in gesteld heeft, in een huwelijk, wanneer je huwelijk niet meer beantwoordt aan het romantische plaatje dat aan je werd opgedrongen? Wat doe je dan? En dat dus je begeerte dan zou uitgaan naar een ander? En zo is er nog veel meer. Petrus zegt, onthoud je ervan. Die begeerten, die voeren strijd. Die zijn aan het vechten met je. Ze vechten tegen je ziel. Daar moet je niet aan meedoen, niet in meegaan. Ja, gemeente, er zijn heel wat voorbeelden in de Bijbel te bedenken. Die hierover gaan, over dat je jezelf inhoudt. Dat je je onthoudt van de vleeselijke begeerten. Denk aan Jozef, vrouw van Potifar, die wil met hem naar bed. Maar Jozef die wil het niet en die ontvlucht zelfs het huis van Potifar, van zijn meester, om niet in die zonde te vallen. En denk aan Obadja. Die zit in de tijd van koning Agab in de politiek. Hij is een godvrezend man. En Agab is een goddeloze koning. En als hoge ambtenaar laat hij vele profeten van de Heere onderduiken. Zodat ze veilig zijn tegen Agabs geweld. Waarom? Omdat Obadja weet, ik moet God meer dienen dan de koning. Denk aan Daniel en zijn vrienden. Daniels leven is er vol van. Hij kiest voor een leven met God en dus blijft hij bidden. Ook als dat betekent dat hij de leeuwenkuil in moet. Weet je, dat is vers 11. Leef je begeerte niet uit. En in vers 13 tot en met 17 roept Petrus op om mensen die gezag over je hebben te accepteren en te gehoorzamen. En in vers 18 richt hij zich daarbij speciaal tot de huisslaven. Wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Met in Petrus' dagen was slavernij een bekend verschijnsel. Slaven waren het eigendom van hun meester, meesteres. En ze moesten in het huishouden hun werk doen. En daarmee waren ze natuurlijk overgeleverd aan de grillen van die meesters. En je had goeie, maar je had ook slechte. Je had er die goed voor hun slaven zorgden, maar je had er ook slechterikken onder. Die misbruik van ze maakten, die onrecht deden. En als christenslaaf had je het soms extra moeilijk, want van een christenslaaf werd verwacht dat hij de goden zou aanbidden van de meester. Maar wat nu als je dat niet meer deed? Nou, zegt Petrus, onderwerp je aan de menselijke orde. Kom niet in opstand. Weet je, waarom zegt Petrus dat? Wij zouden toch juist zeggen, kom wel in opstand. Als je onrecht wordt aangedaan, dan mag je daar toch tegen te weerstellen. God is toch ook een God van recht? Ja, dat is die. Maar gemeente Petrus, die wil van de kerk geen actiegroep maken. Dan moet die kerk ook nooit worden. Want het programma van het evangelie richt zich niet op deze wereld. En op onze tijd. Nee, het verwacht alles van Christus. Als christenen bekend zouden komen te staan, als oproerkraaiers, als opstandelingen, gemeente, dan blokkeert het juist de voortgang van het evangelie. Dan geeft het de indruk aan de heidenen, de niet-gelovigen, alsof het daarom zou gaan. Dat je hier op aarde je geluk vindt en je recht vindt. En dat de kerk, dat het evangelie, dat Christus zichzelf moet handhaven. Maar daarom zegt Petrus, onderwerp je. Want zo heeft Jezus het ook gedaan.
Neem aan hem je voorbeeld. Zie hem gaan. Hij zegt tegen Petrus, steek je zwaard weg in Gethsemane. Geen opstand. Volg. En laat het aan het rechtvaardig oordeel van God over. En vers 17, houd daarom iedereen in ere. Heb al je broeders lief. Vrees God. En eer de koning. Gemeente, dat gaat misschien tegen ons gevoel in. En laat het duidelijk zijn. Petrus die keurt het gedrag van zo'n mispunt van een slavenmeester natuurlijk niet goed. Alsof dat zou kunnen bestaan. Die heeft ook bekering nodig. En op andere plaatsen in de Bijbel worden ook de eigenaren van slaven aangesproken. En worden ze opgeroepen om een christelijke levenswandel te hebben. Ook in die positie. Dat betekent dat je juist goed met je personeel omgaat. Dat je zeg maar op zondag naast ze knielt als het avondmaal is. Want dan vallen alle verschillen weg. Dan ben je één in Christus. Maar ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. En daarom, ook als je als christelijke huisslaaf onrecht wordt aangedaan, draag het omdat Jezus je voorbeeld is. En hij heeft het onrecht dat hem werd aangedaan verdragen. Hij heeft het lijden verdragen. Zo mag je in de voetstappen van Jezus gaan, zegt Petrus. Ja, als je dus om het geweten van God, voor God, dingen verdraagt die je pijn doen, vers 19, dan is dat genade. Lijden om het evangelie, om Christus wil. Meten, wat kan dat zwaar zijn? Wij vinden het vaak al lastig wanneer we kritisch worden bevraagd op ons geloof, op je kerkgang. Kun je al in paniek raken bijna. Hoe leg ik het nou uit? En misschien dat je wel een beetje afzwakt. Meten, wat kan het zwaar zijn? Lijden om Christus wil. Laten we vooral ook onze vervolgde en verdrukte broeders en zusters in deze wereld niet vergeten. Petrus weet daar zelf ook alles van overigens. Hij schrijft deze brief hoogstwaarschijnlijk vanuit Rome, waar hij gevangen zit. Maar je drukt de voetstappen van Jezus. Hij is het grote voorbeeld. Zoals hij met lijden is omgegaan, zo moeten ook wij ermee omgaan. Ja, dan ben je wel innerlijk vrij. Want dat is wat we ook mogen bedenken. We zijn niet van onszelf, maar van Christus, door hem vrijgekocht. En daarom innerlijk vrij om ook in zijn voetspoor te gaan. Hem te volgen. Je te laten leiden door herder Christus, die waakt over je ziel. Meent, hou dan zo uw levenswandel goed onder de heidenen. En wat liggen er dan aan kansen voor de kerk? Want eigenlijk is het dan dus heel eenvoudig. Er wordt van ons niet meer gevraagd dan goed te doen. Dan hoeven we niet krampachtig te zijn om op te willen vallen met allerlei acties en noem het maar op. Nee, christen ben je door maar gewoon goed te doen. Door je werk goed te doen, trouw te zijn. Door op een goede manier met mensen om te gaan, collega's, vrienden. Door lief te hebben. Door in Jezus spoor te gaan. Een christelijke levenswandel. Gemeente, dat zit in die kleine dingen. Die kleine gebaren. Die vaak veel meer zeggen dan 1000 woorden. En wat zeggen ze dan veel? Misschien is het juist wel een heel goede les. Om niet minder, maar ook niet eens meer te doen. Dan wat Petrus hier zegt. Doe maar gewoon het goede. Meer hoeft niet. En voor, als je wilt weten wat goed is, let dan op Jezus. Hij is voorgegaan. En dan hoeven we onszelf niet uitgebreid in de etalage te zetten. Dan hoeven we niet koortsachtig te zoeken naar manieren om anderen te overtuigen en tot het geloof te bewegen. Zoek maar gewoon het goede. Voor de ander. Heb uw naaste lief als uzelf.
En dan zullen anderen uiteindelijk vanzelf die liefde van Christus in je opmerken. Zoals dat jongetje dat met zijn vader een bezoek bracht aan een oude kathedraal. En het was een mooie zomerdag. Een prachtige kerk met van die mooie glas- en loodramen. Kleurrijke mensenfiguren waren erin uitgebeeld. Wie zijn dat? Vroeg het jochie aan zijn vader. Dat zijn heiligen, zei zijn vader. En vol ontzag keek die jongen ernaar. Wat is dat mooi, zeg. En toen hij thuisgekomen was, toen vroeg zijn moeder, en wat heb je allemaal gezien? En toen zei die, heiligen. Oh, wat zijn dat? Vroeg zijn moeder. En toen antwoordde het jongetje, heiligen, dat zijn mensen waar het licht doorheen straalt. Dat is het. Het licht van Christus straalt door je heen, omdat je van hem geworden bent. Je doen en laten mogen het licht doorlaten van de liefde, de barmhartigheid, de eerlijkheid en de oprechtheid van Christus. En zullen de mensen dan met je weglopen? En zullen de kerken dan gaan volstromen? Nou, er zal zeker een goed getuigenis van uitgaan. Maar Petrus waarschuwt ons ook. Want in vers 12 schrijft hij, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die ze in u waarnemen, God verheerlijken mogen, op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Er wordt dus even goed kwaad gesproken over mensen die goed doen. Maar het feit dat ze zich christen noemen, dat ze anders zijn en niet met de stroom meedrijven, dat zorgt ervoor dat er over hen kwaad wordt gesproken. Hoe gaat dat? Nou ja, dan wordt er over zo'n Jozef gezegd, wat een bekrompen jongen, zeg. Die is ook niet wereldwijs. Waarom doet hij zo moeilijk? En over Obadja, die hoge ambtenaar aan het hof van koning Achab, is die eigenlijk wel te vertrouwen? Als je zo het beleid van je eigen koning ondergraaft, dan staat hij toch ook eerder koning? Ja, en God boven alles. En Daniel, waarom moet die man nou altijd bidden? Laat hij dat toch niet doen? Of anders gewoon waar die de andere mensen er niet mee lastig valt. Onbegrip. Geen respect, vraagtekens. Wie anders is dan de rest, moet zich steeds weer verantwoorden. Maar, zegt Petrus, in hoofdstuk 3, en daar gaan we bij Leven en Welzijn de volgende keer naar luisteren. Wees dan altijd bereid om je te verantwoorden over de hoop die in je is. En blijf ondertussen het goede doen. Want dan schijnt het licht van Christus door je heen. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. En betracht dan je plicht. Bewoon het aardrijk. En leer je welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En verlustig je met blijdschap in de Heer. Amen.
Laten we danken en bidden. Heer Jezus, zo houden we onze ogen op u gericht. U die ons een voorbeeld hebt gegeven. Hoe in deze wereld te leven. Te midden van velen die u niet kennen. En Heer, dat is ook al meer vandaag voor ons het geval. Maar geef Heer dat we niet ontmoedigd raken, maar juist dat we die aansporing zoals we die vanmorgen hebben gehoord uit uw woord, ter harte mogen nemen. En wilt u het ons dan ook leren, Heer, om op al die praktische momenten die soms ook zo snel weer voorbij kunnen zijn, dat te doen, dat te kiezen, wat in overeenstemming is met uw weg op aarde, Heer Jezus. Leer ons om die te gaan. Rust ons daarin toe. Wilt u met uw Heilige Geest ons daarin ook doen groeien en toenemen? Opdat door goed te doen en het goede te zoeken, we bekend mogen staan en u bekend wordt, ook in onze samenleving. En Heere, dan bidden wij u of u dat wil geven aan ons allen, zoals we hier vanmorgen in de kerk zitten, of ook thuis of op afstand verbonden zijn, op de plek waar u ons roept en geroepen heeft. En dat kan heel verschillend zijn. Maar dat we allen dan één zijn in u, Heere Jezus Christus, als het fundament waarop u uw gemeente hebt gebouwd. Heer, dan bidden wij u voor hen die verantwoordelijkheden dragen, in de politiek, in het bestuur, burgemeester en wethouders. Heer, wilt u hen vervullen met wijsheid en kracht, om zo ook ons land en de plaats waar we wonen te besturen. Heer, wanneer in de afgelopen weken ook een kabinetscrisis kwam, en dat bestuur en die regering juist ook weer tot een einde, voorlopig einde kwam, in actieve vorm, Heer, dan bidden wij u of u ook daar in ons land nabij wil zijn, de grote verschillen die er zijn en die soms zo onoverbrugbaar lijken. Heer, wilt u het zo maken dat we het goede zullen zoeken en weest u met uw woord daarbij het kompas. Wij bidden u, Heere, of u ook wil zijn met alle die een bedrijf hebben, met personeel. Heere, geef goede verhoudingen. Wij bidden u, Heere, of u, ook als we werknemer zijn, ons trouw wil geven, en dat we ons werk op de juiste manier met een instelling die van u, Heer Jezus, is, zullen doen. Heer, wij bidden u of u ons geduldig wil maken, te midden van onrecht of lijden dat ons wordt aangedaan. Bewaar ons ervoor dat we het recht in eigen hand zullen nemen, op welke wijze zich dat dan ook uit. Maar geef, Heer, ons de vrede van u in ons hart, en dat we het aan u zullen overlaten, u die rechtvaardig oordeelt. Heer, wij mogen onze gaven geven in deze dienst voor het kerkkamp. Wij danken u voor alle voorbereidingen die gemaakt zijn en die ook nog gemaakt zullen worden. Heer, wilt u de leiding daarin zegenen met creativiteit? En wilt u geven dat ze ook vanuit uw woord schatten mogen opdelven die ze aan de jongeren zullen uitstallen. Wij danken u voor de vele aanmeldingen die er zijn. En wilt u zo in de laatste week van de zomervakantie, als u het geeft, ook een gezegende week geven. Zegent u ook onze gaven die wij daartoe mogen geven. Gaat u met ons mee als we naar huis gaan. Wilt u de gemeente hier ook vanmiddag weer samenbrengen om uw woord te horen. Zegent u professor Maris die dan hoopt voor te gaan. Vergeef genadig wat niet is geweest naar uw wil in spreken en in luisteren. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus.
Amen. Met u mag uw gaven offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan. En wij willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 84 en daarvan het 6e vers.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.